Tot de Vissing is weer bij Oscar Wissing van Loerenparts. We gaan weer wat zelf in elkaar knutselen. En deze keer hebben we de spinner maar eens eventjes uitgekozen. De spinner is eigenlijk een beetje onderschat kunstaasje. In mijn begintijd visten we niet anders en vingen ze als een tierenlier. En er is een tijd geweest dat we alleen maar jerkbaits en andere exotische kunstaasjes moesten gaan gebruiken. Die vangen ook nog steeds, maar de spinner doet het na zoveel jaar nog geweldig. Voor de spinner kun je diverse bladen gebruiken. Ik laat hier even twee zien, dat zijn de twee uitersten. Colorado en een wilgenblad. Ik heb diverse artikelen geschreven op Total Fishing bij Tips en Tricks, waarin ik precies uitleg welk blad bij welke omstandigheden hoort. Kun je eventjes gaan terugzoeken en dan weet je er even iets meer van. We gaan bouwen. Oscar, kan jij eens wat uitleg geven over het bouwen van een spinner? Jazeker, jazeker. Ik heb hier een bouwpakketje liggen, Beto. En ik wilde een spinnetje voor jou gemaakt. Kun je lekker in de polder wat gaan pielen. Heerlijk. Ja. Een spinner, ja, wat je al terecht zei, de moeder van al het kunstaas. En ook heel erg gemakkelijk zelf te maken. En makkelijk te vissen. En makkelijk te vissen. Ja, zeker, zeker. Wat heb je daar voor nodig? Een stangetje om de spulletjes op te rijgen. Ik zie er al een oogje aan. Er zit al een oogje aan. Eén oogje zit er al aan. Nee, dus dat In het bouwpakketje, wat in onze shop te verkrijgen is, zitten alle onderdelen voor het maken van 5 spinnetjes. Dan moet je niet denken dat het de grote spinners zijn die je tegenwoordig te kust en te keur vindt. Het zijn gewoon kleine spinnetjes. Op wat kleinschalig water. Heb je ook bouwpakketten met grotere spinnetjes? Ja, okay. Heb ik wel. Ja, heb ik wel. Ja, die heb ik wel. En daarnaast kun je allerlei onderdelen natuurlijk aanschaffen om je eigen spinnen te maken. Dus, wat ik net zei, je hebt een asje nodig. En er zit al een oogje aan. En verder zit er een zakje in met allerlei snoepjes, zeg maar. Kijk eens aan. Ja. Ja. Een dregje, kraaltjes, gewichtjes. Dus we gaan verzwaarde spinners maken. Een verzwaard spinnetje. Verzwaarde spinners, waarom? Die kun je wat dieper vissen. Ja. En de een die vist met een beetje stromend water. Dan heb je vaak wat gewicht nodig. De ander die vist in de polder. Die wil meer een gewichtloze spinnen, die wil minder gewicht hebben, zeg maar. Je kunt eventueel het gewichtje weglaten. Ja? Dan kun je het opvullen met wat kraaltjes. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik wil voor jou een verzwaarde spinnen gaan maken. Ja, nou ja, kijk, een voordeel van een verzwaarde spinnen is, die kan je wel ondiep vissen. Maar een niet verzwaarde kun je niet diep vissen. Ja, dus absoluut. Ja, zeker, zeker. We pakken een stangetje. En we gaan we rijgen een gewichtje op. En we doen nog een kraaltje erop. Misschien nog een kraaltje. Laten we hier een gekleurd kraaltje van maken. Heb je een bepaalde attractieve? Ja, precies. Wat attractiever. Ja. Zetten we nog een kraaltje op. En dat is wel heel belangrijk bij het maken van spinners. Eerst een heel belangrijk punt is dat je hier komt een ruiter op. Een ruiter, dat is eigenlijk een boogje waar het spinnenblad in komt. Mm-hmm. En die draait de hele tijd rond uiteraard. En nou is het wel handig dat die niet op een plastic kogeltje. Want dat slijt in. Dat slijt in. Ja. En dan verlies je spinnen de actie. Wat we gaan doen is, we pakken een blaadje wat er een beetje bij past. Nou, dit blaadje past er wel redelijk bij. En we komen uit ietsjes onder het oogje, zoals je ziet. We komen eruit. Ja. Dat is prima. In feite is dit wat je. Dit is de basis van de spinnen. Mm-hmm. Dat is bij iedere spinnen gelijk, hè? Bij iedere spinnen is dat eigenlijk gelijk. Ja, klopt. En wat ik nu doe,
wat ik altijd doe, is zorg dat die twee oogjes dat die in lijn staan. Dat hoeft niet natuurlijk, maar dat vind ik mooi. Mm-hmm. Ik pak hem op ongeveer een centimeter van de ruiter af en ik maak een buiging. Ik zorg dat dit op die manier draai ik het nog een paar keer rond. Een oogje eraan, een tweede oogje. En de basis van je spinner is gelegd. Ja. Dan kun je zeggen van nou, ik knip dit af. Ja, dan moet je natuurlijk wel, dit kun je niet zo eraan laten zitten. Maar je kunt ook eventueel hier een extra gewichtje aanzetten. Extra gewichtje van een paar grammen. En die kun je dan haaks omzetten. Zo, op deze manier. Ja. Oh. Dat doe ik eventjes niet goed. Knip hem af. Zo, op deze manier. En iets. In dit geval is het gewicht wat ik ervoor gebruik niet... eigenlijk niet goed, er moet een zwaarder gewichtje op, zeg maar. Ja, ja. Maar wat je dan krijgt, is dat je hem gelijk anti-kink maakt, zeg maar. Juist. Ja? Dus een anti-kink, leg dat nog even uit. Anti-kink. Een spinner die draait aan om zijn as. En daardoor, vroeger was het zo dat je nylonlijn ging dan vaak krulde zichzelf als het ware op. En dat noemen we een kinken van de lijn. En dat kun je, heb je nu eigenlijk ook nog wel met de moderne Dyneema, zeg maar. Heb je dat veel minder? Op deze manier. Er zijn natuurlijk ook wel altijd vissen die met nylon gewoon vissen. Ja. Ook graag met nylon vissen. Precies. Ja. Ik doe hem er nu even af. Ik ga nu eventjes gewoon een normale spinner maken. Nou, die tip wil ik de kijkers wel even meegeven, dat je op die manier, zeg maar, heel eenvoudig een anti-kinkspinnetje kunt maken. Ja. We doen het nu op deze manier eventjes. We pakken een splitringetje. Die zijn ook allemaal mooi meegeleverd, die splitringetjes en dat soort dingen. Alles meegeleverd. Ja. We zijn een middelmaat splitringetje. Pakken we. Blad is niet het kleinste blad wat erbij zit. Ja, ongeveer het kleinste blad. Dus ik pak ook ongeveer het kleinste spinnenblaadje. Dan zet ik het erop. Op deze manier. Zo. Okay. Zo. En je spinnetjes klaar. En wat je altijd een beetje voor moet zorgen is dat bij dit soort spinnetjes de lengte tussen de pootjes moet ongeveer even groot zijn als het blad. Als het blad. Dat is je moet wel vlees pakken als de vis er naartoe houdt. Ja. Precies. En dit is een mooi spinnetje voor het kleinschalig water. Kleinschalig water, maar ja. Verschrik niet als je er ook een metersnoepel in één keer krijgt. Nee, precies. Ja, dus kan ook allemaal gebeuren. Ja. En dan zijn weer die mooie onderlijnen die jij hebt, die zijn noodzakelijk, ook voor zulke spinnetjes. Zeker. Ja. Hier zou bijvoorbeeld een flexoniet-lijntje heel goed op zijn plaats zijn. Ja. Flexoniet een 11,5 kilo of iets lichter nog, zou heel goed op zijn plaats zijn. Ja. Wat verder nog kan is, je kunt natuurlijk die dreg kun je heel mooi versieren met een stukje van deze kous die ook meegeleverd is. Gewoon een stukje plastic tube. Mm-hmm. Een rood. Nou, rood weten we allemaal. Verbaasd natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Ja. Als je die zo over die stam van het drechtje heen doet en hem dan monteert, dan heb je een extra attractie aan je spinnen. Wat je zelfs nog kunt doen is hem wat langer doen en hier wat inkeping in maken. Dat je als het ware een beetje friemeltjes erachter krijgt. De basis. Ja, het is echt de basis. Ja, en dan zie ik in één keer zoiets liggen. Ja. Dan zie ik met twee bladen. Ja.
Dat is het vervolg daarop natuurlijk, neem ik aan. Ja. He, je kan alle kanten op. Je kunt werkelijk alle kanten op. Je kunt een dubbele spinner maken, in dit geval een bulger, zeg maar. Ja. Die met twee ruiters in elkaar. Dit werkt gewoon. Ja, dit ja. werkt gewoon ja. als een tierloeier. Ja. Een mooi bucktail erop. Veel promotie onder het water. Veel promotie. Dubbele bladen. Dubbele bladen. Je kunt ze ook, wat je in de winkel al ziet, is dat je bijvoorbeeld zo'n spinnetje hebt, dat hier nog een blaadje voor staat. Ja. Een tandem spinnetje. Tandem spinnen. Dat kun je natuurlijk ook heel eenvoudig zelf maken. Ja. Zorg er dan altijd voor dat het onderste blad een wat grotere blad is, een maat groter blad is, dan het bovenste. Waarom? Als je het andersom doet, dan zorgt het dus de turbulentie, die zorgt dat het onderste blad niet meer draait. Ja. Dus dat is een even een tip. Duidelijk. Nou. En ja, de sky is werkelijk de limit. Je kunt van dit soort dingen maken. Ja. Ook weer met een dubbelblad, een twister erop en nog een rokje. Ja, wat dat betreft, kijk, ik mag graag op het grote water vissen. Dus ik heb me er al eentje, ik zal hem even erbij pakken. Kijk, dit zijn de jongens waar ik graag mee mag vissen. Dat levert mij absoluut een snoek op. En ook geen kleine ook, denk ik. En net wat zeg, we beginnen eigenlijk met het kleine spinnetje. Wat net zo goed vangt. Vooral wat kleinschalig water. En we kunnen hierbij eindigen. Dankjewel Oscar voor de uitleg. Dankjewel. Ja. En we gaan weer knutselen.